zit. Want daar werd het over beslist. En zodra we ons terug tot de Oud-Roesgang en toen die idioot in Koenders wist gestart, en allerlei voorwaarden over schieten en bouwen kon en dat soort dingen. Ja, toen was het afgelopen. Toen kwam die plaats op bij zijn tafeltje, ja, bij zijn snelle gieten, en dat konden wij vergeten. Dat voor Amerikanen is natuurlijk heel simpel bovendes. Als jij ons niet geeft, dan krijg je ook niks. Dat werkt dat nou eenmaal. Want wij hebben het kent, zijn er al een hele mooie verhalen. We houden dat ook nog een hele interessante ervaring met Nederlandse politiek. Ik moest toen een keer een kamerdebat optreden. En dat was een kamerdebat, in een radiodebat met twee kamerleden. Eén was Weissers, oud-kamervoorzitter van VVD. En de ander was Duivendak, voor GroenLinks. En het was interessant waarbij we op welk punt beide heren in een kramp schoten. Toen ik zei van, ja, wij zijn natuurlijk gewoon betrokken in een oorlog. Toen reageerde, toen zag ik Duivendak trekken, dat was er ook tegen. En Weissers reageerde, het is geen oorlog. Kijk, oorlog is iets dat doen enge grote landen. Wij komen op voor de armen. Wij zijn politieke acties, dat is ook genoemd in Indonesië. Dat is dus niet een politiek probleem, een politioneel probleem. Arme handhaaf. Kijk, dus de arme handhaaf, dat is in het geval Alvan ook. En die kwam ook de arme handhaaf. Dat is dus een manier waarop wij dat ontkennen. Want oorlog is iets dat doen wij niet. Toen zei ik vervolgens, ja, kijk, dat we daar zitten, is natuurlijk omdat wij economische belangen hebben. Onze banken, et cetera, ABN AMRO, dat enorme waterhoofd van Nederland en het gaat voor meer. Dit is ook belangrijk te zitten en dat is natuurlijk een soort uitruil. Toen zag ik Weissers, die het enige diplomatieke ervaring in zijn natuurlijk. En toen reageerde Duivendak, dat kan toch niet zo zijn, dat zou morele chantage zijn. Ik zeg, ja, zo werkt wel dit, daar zou de politieke beetje. Goed, ze weten de wereldvreemdheid van Nederland in dat opzicht. Dus we doen vaak, en we moeten dus vaak opereren, ook om die handelsbelang weer te verdedigen. Dat hebben we traditioneel zelf gedaan, de VOC voor niet onbewakend. En doen we nu vaak een VS-zijde, Kosovo, Irak, Afghanistan, Syrië. Bestrijden van IS, dat is natuurlijk leuk, een van de hangijzers nu. Wel Irak en Syrië. Nederland kan niet anders dan die voorwaarden stellen. Het Kamerlid Ten Broeke riep plots in het volkrechtsfeticisme. Ja, dat is misschien. Maar als er een lijn internationale hoofdstad van Israël recht wil zijn, dan kan je niet zomaar zeggen, ja, dat komt ons eventjes niet uit. Dus daar moet het weer naar vrienden. Daar moet dus gewoon Den Haag kiezen welk Den Haag wil het zijn. En Den Haag dat ijverig meevaart met de Amerikanen. Dat klinkt natuurlijk altijd heel spannend. Hè? De Amerikaanse, Engelse vloot en Nederlandse vloot, één bootje. Samen verdedigen ze de vrijheid ergens. Dat klinkt natuurlijk goed. Of je kiest, inderdaad, voor de internationale recht. Maar dat betekent dat je dus af en toe de Amerikanen neer moet zetten. Zeggen, ja, sorry, wat jullie doen. Hij is misschien wel politiek begrijpelijk, of weet ik wat. Of verstandig is sowieso nooit een discussiepunt hier. Wel van te doen zoals het verstandig is. Ook bij de laatste discussie over IS en Irak. Die vrouwen, de vraag is legitiem. De vraag of het zinvol is. Is wat je in eigen Nederland zelf gesteld. Maar je moet kiezen. Denk op zich is op de VN en daar zal recht heel veel aan te raken. Denk aan de vetomacht van supermachten, de destructieve rol van Rusland in Syrië, etc. Maar een stad van internationaal recht moet ze er zelf wel aan houden. Dat is de spagaat tussen het een en ander Den Haag. Ook brengt dat nauwe pak met de VS meet met twee maten met zich mee. Het probleem van de VS dat zichzelf over het internationaal recht stellen. Doe niet mee met het internationaal strafhof. Dus die beroemde de Hague Invasion Act. Als iemand van ons oppakken, behoud dat voor zo'n leuke mondgenoot. Die zegt van ja, als iemand zit die wij niet meer hebben zit, dan vangen wij gewoon even binnen. Ook de milieus. Kijk, neemt bij weg. De Verenigde Staten meent dat ze zelf over het internationaal recht staan. Leuk voor de anderen. Dus een beetje zoals Churchill aankeek tegen. Zoals Churchill aankeek tegen Europa is goed voor anderen, maar wij doen niet mee. Jullie hebben dat nodig. Zo'n reactie van de Engelsen. Toen op een gegeven moment debat was over de constitutie. Nee, dat is geen fatsoenlijke grondwet. Hè? Dat zijn een ratjes op. Toen was op een gegeven moment zoiets. Toen heeft ook Fetcher gezegd: dat geven wij Engelsen niet nodig. Wij zijn zo beschaafd, kijk op het vaste land. Daar is af en toe dictatuur. En dan moet je een grondwet hebben als garantie. Maar wij zijn zo beschaafde mensen, wij hebben geen grondwet nodig, wij zijn zo fatsoenlijk. Nou ja, u weet, u bent hem zicht. Engels op de Engelse justitie valt ook wat aan te merken. Of mensen te onrecht gevangen zitten. En daar had natuurlijk toch een grondwet met fundamentele mensenrechten iets aan kunnen doen. Kenmerkend voor die Amerikaanse positie is, op een gegeven moment, ik geloof dat het speelde over Guantanamo Bay, of het ging over Abu Ghraib. Maar ik denk Guantanamo Bay, omdat het een officieel beleid is van Amerikaanse Abu Ghraib was voor de ontsporing. Dat op een gegeven moment Kofi Annan, volgens mij was van Kofi Annan, namens de VN, Washington op de vingers tikte en zei van ja, ook Amerika moet zich aan universele waarden houden. Waarop Colonel Rice, toen minister van Buitenlandse Zaken, zei: Amerikaanse waarden zijn universele waarden. Met andere
andere woorden, dat valt bij ons samen, bij dit het hele belang van de mensheid. Amerika is voor neutrale scheidsrechter. En dat is een soort, dat erwaardig idee, zit heel diep in de Amerikaanse positie ingebakken. Een aardige anekdote, die ik hier op een gegeven moment verteld door Robert Cooper, dat is een hoge Engelse ambtenaar bij de Europese Commissie, dat diplomaat van Zand, vertelde op een gegeven moment, dat wist ik niet, een mooie anekdote over Yalta, dat het was Roosevelt, naar de VS, Stalin, naar de Sovjet-Unie en Churchill hadden elkaar, dat Roosevelt op een gegeven moment voorstelde van ja, waarom is deze oorlog ontstaan, bewaking, et cetera, moet natuurlijk algemene ontwapening hebben. Ja, behalve voor één land, er moet natuurlijk één neutrale politieagent zijn. Uiteraard de VS. Ik had graag de gezichten gezien van Churchill en van Stalin, die toen dat betreft toen gewoon niet meer reale politica waren, op dit door Roosevelt serieus gemeende idee. Het idee alsof Amerika alleen maar opkomt voor het algemeen welzijn van de mensheid en dat lost dat van eigen belangen. Dus zelfs Roosevelt, dat was toch echt de tofste Amerikaanse president, dacht in deze merkwaardige kaart. Dat komt omdat Amerika een ideologisch construct is, een heilstaf van de verlichting, bewust gecreëerd van een soort betere wereld, waar toen al die Europese staten maar toevallig zijn ontstaan. Vaak als gevolg van koningen met elkaar trouwden, of te veel kinderen kregen, of viel land weer uit elkaar onder verschillende kinderen. En zo zijn die, die staten zijn er nooit meer van te staan. Een helftstad van de verlichting Amerika, goed en kwaad, dat hele denken is waar dit valt natuurlijk samen mee. In Amerika valt het natiebesef samen met ideologie. Je bent Amerikaan als je ook een Amerikaanse waarde aanhoudt. En dat is een verschil met Europa. Bij alle conflicten in Frankrijk tussen kolonisten en communisten, heeft een kolonist nooit aan de Fransheid van zijn tegenstanders getwijfeld. Dat is een groot verschil met Amerikaan. Een inuiting die heeft door, Europa daar is ook wel van beschuldigd, hè, is het grootste gevaar is verwijten van krijgen politiek in Amerika. Als je hier in Nederland zegt, is op Nederlands, dan doe je het vaak zo positief. Dat is een verschil. Frankrijk is daar kundig alles geweest. Koninkrijk, revolutionaire republiek, consulaat, keizerrijk, weer een koninkrijk, weer een republiek in allerlei voortaanmaken, presidentieel, parlementair, etc. Frankrijk is ook niet ontstaan bewust van een soort van idee op deze wereld, zoals dat wel geldt voor Amerika als typisch 18e eeuws verlichtingsproduct. Dat betekent dat Europa veel meer de neiging heeft zijn eigen morele gelijk in conflicten te relativeren. De ander mag dan niet deugen, dat zie je ook bij Iran. De ander mag dan niet deugen, maar dat wil niet zeggen dat hij niet ook argumenten heeft. Kijk hoe de Duitsers omgaan met Rusland. Poetin is een schurk. Dat wisten we overigens ook al toen bij onze koning en premier en iedereen dat soort is onder. Kon iedereen weten. Om daar gezellig te gaan eerlijken. Kon iedereen weten. Dus niks nieuws op de zon. Maar ook een schurk heeft wel eens argumenten. En ook Poetin heeft helaas wel een paar argumenten, maar die zijn ongelijk. Daar gaan we nu niet in detail op in. Dat zien de Europeanen en zeker de Duitsers dat beter dan de Amerikanen. Je hebt veel meer de neiging te zeggen, ja, de tegenstander deugt ben ik niet. Dat hangt samen met de wisselende bondgenootschappen die we eeuwen hebben gesloten, dat de boef ook argument heeft dat de bondgenoot van gisteren is de vijand van morgen omgekeerd. En dat heeft ons dus leren relativeren. Dat zwart-wit hier van de Amerikanen, één cruciaal conflict, wie niet voor ons is, is tegen ons, of omgekeerd wie niet tegen ons is, is voor ons. Zo simpel, eerst communisme of wereldwijd gevaar, dan het terrorisme, bondgenoot van gisteren, vijand van vandaag, en dan de Taliban. Die zijn in de jaren 80, dat was een aardig spielverbouw gebracht, vanuit Amerika gesteund toen ze zich tegen de communisten richtten in Afghanistan. Want ja, deze goede moslims, die zijn tussen de fanatieke vechters. Dat weet ze sinds Ground Zero in New York ook. Zou Hussein, botsing de grote duivel. Er zijn aardig filmbeelden waar je meer Cheney, nog gezellig, het ding of zo echt omarmt, dat is goed gebruikt in het Midden-Oosten, dat niet elkaar zoet, tijdens bijeenkomsten. En wij zijn elkaar voor wapen die zien, 20 jaar eerder. Plotseling een grote vijand. En nu IS. IS wordt gesteund vanuit onze grote bondgenoot Saudi-Arabië. En iedereen, ook in de Kamer, waren plotseling van ja, van die opwinding over het hoofdheer. Dat deden wij, een paar jaar geleden ook gewoon hier hoor. In Frankrijk deden ze dat zelfs. Kijk, als het hoofd middeleeuws is, dan denk ik middeleeuws pas met Mitterrand einde gekomen. De guillotine is pas 1981 afgeschaft in Frankrijk. Dus wij deden dat soort dingen ook. Maar nog veel belangrijker, die dingen doen ze dus in Saudi-Arabië ook. En dan weet niemand zich op, dat viel handels is een handelsmis naartoe. Dus meter, meter met twee maten. En dat betekent ook dat, dat men buiten kwesties ontstaan met de concreties. Geldt natuurlijk ook voor Iran. Nu, Iran is geen fris gezien, dat zal ik niet zeggen. Maar ik doe ze allemaal, Saudi-Arabië is echt geen haar beter. En al die terroristen van 11 september kwamen uit Saudi-Arabië. En in Pakistan, die andere grote bondgenoot. Waar mensen het niet over willen hebben. Dat is dus een probleem met meter met twee maten voor Den Haag als hoofdstad van het internationaal recht.
neer moeten gooien om op Amerika waspolitiek. En voor Amerika gaan de partijen van elke grote macht belang boven beginsel. Zelf maakt het geen onderscheid, maar de rest van de wereld maakt het heel goed. Meten bij twee maten, wegkijken voor onrecht, denk aan het hele probleem Israël, een voortdurende schending van Israël van recht, een geleidelijke landroof, de kosten van Palestijnen, met een VN-veto van Amerikanen, steef vast. Nederland, het voortdurend meekijken, meedoen, wegkijken, ondermijnt de geloofwaardigheid van de haat van Israël recht. De staatsgreep van Sisi in Egypte, dat was gewoon een staatsgreep. Dat mogen we niet zo zeggen, want onze staatsgreep is al even consequenties. Er waren kamerleden die bestonden om te zeggen dat de leger een kerst had gedaan. Er zijn 100.000 mensen verloren. Democratie is geen niet voor iedereen weg. Dat ziet men anders ook. Dat zijn natuurlijk de democraten die Egypte niet vergeten. Er werd ons toen al bij de Arabische mensen, dat begon kwalijk genomen. Dat zijn natuurlijk met oude lui geparteerd, meneer Mubarak. Bij al die mensen met Boetruin al. Ja, dat past er niet helemaal bij een stad die er ook heel veel van zijn recht wil zijn. Maar ook los daarvan, en dat eindigt nu met de noodzakelijke NAVO-strijderij, is een toenemende botsing tussen Den Haag 2 en 3, dus de regering en internationaal recht. Daar waar het recht onszelf ongemakkelijk begint te worden. Als gevolg van opkomende populisme. Pacta sunt servanda, verdragen moet nagelegd worden. Antillen begint te knijpen. Marokko, denk aan de verdragen met de uitkering. Het vluchtelingenverdrag. Het mensenrechtenverdrag met Europa. Hè? Van ja, dat kunnen we aan eigen volk niet meer verkopen, dat komt ons niet meer uit, dat kost ons veel geld, laten we vlaggen opzetten. Ja, en verdragen zijn natuurlijk ook om na te leren als het eventjes wat kosten ongemakkelijk zijn. Ook dat is natuurlijk een stad voor een stad. Die is tegelijkertijd graag, zeker ons even niet zo van recht, iets zeer ongemakkelijk. En tenslotte, en dan sluit ik af en toe, ik zit te lang aan het woord. Tenslotte, maar u bent geloof ik toch niet in slaap van. Tenslotte, Nederland als belastingparadijs, een Tweede Kamer. Die een motie aanneemt waarin verboden wordt om dat soort normen zichzelf onsterfelijk belachen. Maar hier geldt dus duidelijk eigen.